Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Het wordt verdomme tijd dat ik een Team of the Year ga pakken. En dan denk je, Rob, waarom sta je in je kamer? En misschien denk je ook, waarom heb je een mes vast? Jullie moeten godverdomme abonneren. Nee. Hey, jullie zien hier een pakketje. Ik dacht, mensen gaan vast lekker op unboxings. Ik heb vandaag iets binnengekregen waar ik zo ongekend blij mee ben. En wat ook zo goed aansluit op Team of the Year. Ongelooflijk groot pakket. Zoals de meeste mensen waarschijnlijk al weten, ben ik een ontzettend groot fan van Lionel Messi. En 3 maanden geleden heb ik iets aangevraagd. Zo ontzettend fan. Personaliseerd, gesigneerd shirt van Lionel Messi gekocht. Echt ongekend. Ik vind het zo vet. Personally signed by Lionel Messi, FC Barcelona. Geen idee of je dit kan lezen, maar doe maar gewoon alsof. Er zit ook echt zo'n documentje bij. Wat ontzettend vet. Dit is zo ontzettend vet. Zo ontzettend vet. Dan is het nu tijd om de beste man te gaan packen. Ik moet een Team of the Year hebben. Ik kan het niet handelen dat iedereen in huis hier een Team of the Year heeft behalve ik. Dus daar gaat gewoon veranderingen komen. Ik heb hier nog 43 upgrade packs staan die ik gewoon ga openen en de beste met jullie delen. Verder hoop ik dat er vanavond lightning rounds komen, want er zijn al 2 dagen op rij geen lightning rounds geweest. Dus wellicht komen ze gewoon niet. Het zou heel raar zijn. Iedereen zit altijd te zeiken op IE van wat we doen is zoveel geld. Want, weet je wel, dan krijg je altijd die mensen die dan gaan zeggen van, ah, er waren zoveel 1000 packs en dan heeft EA dus in 5 minuten zoveel miljoen verdiend. Ja, klopt, maar nu releasen ze niks, zit ook iedereen te klagen. Het is nooit goed. Maar ze releasen echt weinig lightning rounds, wat echt zonde is, want ik wil gewoon lekker packs openen. Ja, eindelijk een walkout, het is geen Team of the Year. Ze lijken wel ziek genervd of zo, man. Engels, spits, ja, die heb ik dan sowieso al. Het is Vardy. Kijk, dat is een beetje zonde om die te discarden, dus ik ga gewoon, terwijl ik dit doe, ook even lekker een icon craften. Dat is namelijk een mid-icon pack weer. Dan gaan we die gewoon even gratis doen natuurlijk. Besef, dit is gewoon een full Premier League team. Allemaal untradable, allemaal uit die Premier League upgrade packs gehaald. Ah, lekker. Gaan we gewoon lekker dooropenen weer. Ik besef me nu opeens dat ik eigenlijk iets heel raars heb. Oh, walkoutje, ja, blauw, kom op! Nee, dat meen je niet. Welke teringlul ze nu weer? Zeker met die Thiago Silva. Nee, is Fernandinho. Oh. Ja, ik besef me nu opeens dat ik aan het begin van de video zei, ik ga nu deze video Messi packen. En nu vervolgens ben ik als een gek Premier League packs aan het openen, waar Messi natuurlijk niet in kan zitten, man. Hij voetbalt bij Barcelona, dat is niet de Premier League. Dan moet ik zeggen dat de comedy deze video sowieso een beetje laagdrempelig was. Als in, ik had echt iets fantastisch voorbereid. Ik dacht, vorig jaar pikte ik natuurlijk een Team of the Year in Eindhoven. Eindhoven is mijn stadje, daar ligt mijn geluk. En daarom dacht ik, ik moet dit jaar gewoon weer terug gaan naar Eindhoven. Naar diezelfde kamer als waar ik vorig jaar een Team of the Year pikte. En dan moet het goed komen. En dan denk je, ah, vet, leuk gedaan Rob, dat je daarheen bent gegaan en packs hebt kopen. Maar waarom zagen we hier geen packs openen? Nou, wat ik vergeten was, mijn opname aan te zetten. Jawel, dames en heren, deze man doet al bijna 8 jaar YouTube en hij vergeet zijn opname aan te zetten. Dus ja, ik had wel even wat packjes kopen in Eindhoven, ik had niks gekregen. Dus ik had het heel leuk in mijn hoofd, vandaag ga ik even een paar packjes in Eindhoven openen. Kijken of dat geluk meebrengt. Maar ja, dan moet je wel je opname aanzetten, anders wordt het een lastig verhaal. Mocht je nou denken van, gast, je begon toch met 40 packs en je hebt nu nog steeds 40 packs. Wat ben je al die tijd aan het doen? Nou, ik ben dus al 25 minuten aan het opnemen, maar het is een soort van oneindige spiraal van packs. Want elke keer als ik er weer veel op geopend, kan ik weer nieuwe doen. Het houdt niet op. Ik blijf dit ook gewoon doen tot ik geen pack. Het is goed. Kijk, als we dan gewoon eens een keer een Team of the Year geven, dan weet ik, dan is het klaar, zeg maar. Dat stopt die oneindige spiraal. Dan moet ik wel zeggen dat ik nu ben aanbeland bij gewoon de 3 spelerspacks. Dus dit zijn niet meer die premium upgrades. Maar die normale Premier League packs. Waarschijnlijk is dit nog taaier om aan te zien dan die andere. Want hier zal je waarschijnlijk echt geen walkouts in krijgen. Maar hey, we gaan gewoon lekker door. Het zijn wel de momenten dat het een voordeel is dat je editing hebt. Dat je niet alles hoeft te kijken. Maar dat je wacht op dat ene hoogtepunt. Zo, wat is dit? Man of the match wel in de laatste. Come on. Woo! Zo, wat vet. 82 rated kaart. Maar ja, deze zijn wel echt wel vrij slecht. Dat wist ik wel van tevoren al. Maar ik ga weer lekker die premium packjes weer een paar doen. Want jezus, dat is helemaal niks. Zijn er trouwens leuke packs? Oeh. 75k packs. 1500 points. Ah, ga ze wel even doen, joh. Boeien, we zijn er toch lekker bezig. Kijk, meteen op walkout. En het is blauw. En het is de Team of the Year. En de eerste, kom op. Schot. Oh nee. Ik ben geprankt. Die heb je natuurlijk ook. Die fucking... Deze kaart, nee, Rob, nee, je toch niet. Het is in principe wel een team of, nee, het is geen Team of the Year. Ja, dat staat er al op, maar het is geen echte Team of the Year. Ah, hij is wel 300k of zo. Is het zo'n eervolle vermelding? Nou, ik vind er weinig eer aan. Oh, wat kut. Oh, wat kut. Ik ben niet geprankt. En ook nog die Maria erachter, amazing. Ik zit het te editen, ik vind mijn reactie dusdanig leuk. Dat ik hem gewoon nog een keer laten zien. Gewoon voor de leuk. Geniet. Oh, en het is de Team of the Year. En de eerste, kom op. Schot. Oh, nee.
Ik ben geprankt! Die heb je natuurlijk ook! Nee! God, nee! Wat kut. Hij is wel veel waard. En ik heb een untrade... Oh, deze is trouwens helemaal niet. Deze is tradable trouwens gewoon natuurlijk. 400k is niet slecht. En ik heb natuurlijk Mané. Een player pick. Dus in principe kan ik hem prima gebruiken. Het is ook wel echt een goede back. Maar ja, ik ga het nou een beetje goed lopen praten voor mezelf. Want dit is natuurlijk hartstikke kut. Ik stuur ook even een foto bij ons in de groep zijn van het huis. Van ik werd niet geprankt. Oh, fucking stuk. Hij zei, ja, ik hoorde het al. Ja, die zit hier natuurlijk recht onder. Die hoort mij schreeuwen. Ah, man. Dit is zo pijnlijk. Hé, hey, maar weet je, ik heb nu wel een keer de feeling gehad dat ik een team of the year had in ieder geval. Waarom is dat walkout-scherm precies hetzelfde? Waar slaat dat op? Wat een kutzooi zeg. Nou, nog een keer. Nee, niet eens een walkout. Nou, dit is wel goed. Je krijgt 7 spelers van 81 of hoger. Dan krijg ik 5 81's en 2 82's. Amazing pack. Nou, die laatste dan. Nu een echte team of the year. Wop, geen walkout. Fuck! Jo, we klappen deze er ook maar gewoon doorheen. Ik blijf gewoon alles openen tot ik er een krijg. Ik kan wel vanuit gaan dat er vanavond lightning rounds komen, maar die komen waarschijnlijk toch niet. Dus ik open maar gewoon alles wat ik kan openen. Walkoutje. Ah, Icon dan? Nee. Duitse CV, ja, Mats Hummels. Team of the Year, eervolle vermelding. Gewoon alleen de naam is al ruk. Alleen aan die naam al. Godverdamme zeg. De allerlaatste kans voor de allerlaatste keer dit Team of the Year hebben we Premium Premier League upgrade packs gedaan. Nou... Totaal zou zo rond de 200 liggen nu. Over 4 minuten zijn ze weg. Ik ben benieuwd of er ooit nog iets voor in de plaats komt. Maar dat gaan we zien. Verder heb ik trouwens ook gewoon de gouden upgrade pack gedaan. Ik weet sowieso dat de comments al helemaal vol staan van... Rob, je kunt beter je non-shinies inleveren voor de gouden upgrade... in plaats van de Premier League upgrade. Ja, weet ik. Maar je bent jong en je wilt wat. Dus ik heb even de Premier League geprobeerd om het de kans te geven. Krijgen we hier trouwens wel gelijk een 85 rated uit. Dus dat is lekker. Zo. Het is weer oranje. Nee, niet Abraham. Nee, je moet hem discarden. Nou, doei! Zo, in Fompie. Lekker hoor. Is trouwens 7 uur. Zouden de lightning round... Nee, geen lightning round. Nou, wat fantastisch. Jezus, hoe kun je dit nou doen, man? Ja, dan krijg ik deze onzin. Wat een meme game, jongen. De laatste 3 dagen gewoon geen lightning round doen. Stel me echt teleur. 3 dagen geen lightning rounds achter elkaar. En ik dacht nog wel dat het zo'n geldgraaiend bedrijf was. Maar dan valt het dus eigenlijk best wel mee. Wel wat koud. Normale gouden. België? Oh, Hazard. Ja, leuk. Dat is toch 88. En koken. Nou. Hij is wel nog 50k waard. Kom op. Ah, wel back-to-back walkouts. Dit is een in vorm. Nou, laat dat dan maar Neymar zijn. Nederlands. Oh, Frenkie is in vorm. Oké. Dat is wel leuk. 86. Nou, is niet slecht. Is echt niet slecht. 180k waard. Helemaal lekker, helemaal goed. Dames en heren, bestel je te goed nog altijd bij Ik wil te goed. Ondanks dat je waarschijnlijk geen packs van kan gaan kopen, aangezien EA ze niet released. Goed verkooppraatje was dit. Nee! Zo, niet eens borden. Ik ga gewoon door met alle packs openen die in de store zijn. Het maakt me geen zak uit. Ik wil een Team of the Year en een echte Team of the Year. Ga ik dit echt doen? Ja joh, fuck it. Met er weer een, hè? Wat een bitch. Uit een 50k-pack. Ja. Ik opende er net ook. Ja, ik... Er komen zo nog wel packs. Nee, ja, maar dan stort ik toch bij. Ik ben fucking... Nee, ik ben fucking... Ja! Nee! Ik ben fucking radeloos, jongen. Ik moet iets. Oh, Henderson! Hoe heeft hij geen team of hier, man? Ik heb hem al 3 keer gepackt, man. Oh, wel man die. Waar is die nog? Zo. Nou, toch wel iets waar. Hey! Niet weer die Abraham. Flikker nou op, man. Oh nee, dit is een andere. Yes! Dat wist ik niet. Rodriguez. Wat een ellende is dit. Ja. Nee. Engels CVM Henderson. Another one. Yes. Woe. Het laatste Premier League upgrade packie. Nee. Steven. Dat wel nog. Nou, dat doet me goed. Ik heb een beetje het idee dat dit echt mijn laatste kans is. 83 plus packjes voor de verdedigers, middenvelders en aanvallers. Natuurlijk dat mid-icon pack wat ik nog gratis heb. Het zou toch wat zijn. 83 of hoger verdediger of keeper zit hierin. Het is een walkout. Maar het is niet blauw. Het is wel een Belg. Dat is dan een keeper. Dan is het Courtois. Die is wel 89 reden. Dat is op zich niet heel slecht. Ja, ik wil gewoon een blauwe. Zo moeilijk is het niet. Nou, dan 2 middenvelders. Weer een walkout. Weer niet blauw, maar wel leuk. 2 keer walkout. Daar ben ik blij mee. Kom op. Engels Henderson dan? Nee. Oh, dit is Sancho. Kan nog iets achter zitten? Ja, een andere 87 of zo. Nou, het allerziekste is als je dan uit het aanvallerspack, waar de kans het kleinste is, lijkt me om een Team of the Year te pakken. Als je hem daar dan uit krijgt. Het is een walkout. Het is niet blauw. Wel 3 keer walkout gehad. Ik mag niet klagen over deze packs.
Hazard? Weer Hazard, oké, dat is ook knap. Team of the Year ga ik hier niet uit krijgen, maar mid-eigentje Gullit dan om het goed te maken. Zou ik alsnog wel heel content over zijn. Mid-eigentje Ronaldo Lima, het is een icon pack en het levert me Nederlandse vlag Centermid. 11 jaar krijg je fucking Overmars. Ook dat nog. Hij is ook 370k, dat is niet best hè. Fuck. Letterlijk mijn allerlaatste kans. 85 keer. Dat is een beetje veel. 5 keer 85 plus pack van de icon swaps heb ik nog over. Bewaard tot het allerlaatste moment van Team of the Year. Twitter staat helemaal vol met gezeik. Want het is gewoon bizar. Er wordt niks meer gereleased. En alle premium upgrade packs zijn verlopen. Er is niks voor in de plaats gekomen. Er zijn geen lightning rounds. Er is niks. Er zijn geen packs. Dus dit is echt mijn allerlaatste kans. 5 spelers van 85 plus. Gaat het een Team of the Year zijn of niet? Alsjeblieft. Het moet. Het kan niet anders. Kom op, dit is het moment. Tuurlijk is het een walkout. Het is niet blauw. Het boeit me niet eens wat er nu komt. Ook nog fucking Kyle Navas. Nou, heel veel slechter kan het dan ook. Wel 387. Dat is niet heel slecht. Ik heb nog 2800 FIFA points. Ga ik maar lekker deze packs openen. Ik moet iets. Ja, walkout. Kom op, blauw. Nee. Nee. Oh, weer Navas. Leuk, man. Ja, weer walkout. Kom op, blauw. Nee, nee. Doe anders de vlag van Costa Rica. Nee, Spanje. Dat is wel echt de walkout waarmee je Team of the Year wil afsluiten eigenlijk, hè? David Silva. Hey, come on, man. Weer walkout. En weer niet blauw. Ah, wel veel walkouts op zich nog uit deze packs. Brazilië, doelman, Alisson of Ederson. Het is Ederson. We gaan het nog één keer proberen. Deze packjes gaan best lekker. Ik heb er nog 7. En ja, boeien. Mijn laatste pack. Mijn allerlaatste. Hierna zijn er geen packs meer. Tja, blauw. Deze ga ik helemaal in de game stoppen. Nou, dan is er tenminste nog iets te beleven vanavond. Fuck! Oh.